welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En klik ook op het belletje. Ik kom eens even kijken hoe het zit met de beken. De kleine herk en de grote herk. En voilà. Zo hoog heb ik het dus nog nooit meegemaakt. Jawel, een paar keren. Maar bepaalde stukken, ik ga er ook nog even zelfs naartoe rijden, is het kritiekpunt bereikt. En is er zelfs al een rijstrook dus volledig afgesloten. Dat was de grote herk. We gaan nu naar de kleine herk toe. Wow, het is trotsig. Ziet daar eens hoe hoog dat de kleine herk staat. Die staat normaal gezien pakken lager. Want op deze beken kom ik ook eens regelmatig magneetvissen. Daarom dat ik dat ook weet. Maar momenteel wordt het centrum nog vrij waard. Maar jammer genoeg is het nog altijd aan het regenen. Die regen is dus momenteel niet goed. Je moet even wel stoppen met regenen. Maar vandaag ging het alweer al wat droger worden, dus dat is al een goed nieuws. Maar ja, ik ga jullie nu eens meenemen naar het kritiekpunt op de expressweg. Dan gaan jullie het zien. Als ik dus bijna bij de expressweg ben, dan zet ik mijn camera op. Wacht, dat is die kant. Oké. Okay. Tot zelfs, yo. Dus geniet maar van die onderwaterbeelden. Je ziet, zijn hier al de eerste problemen. Dus je ziet daar al dat daar zitten aan te schuiven. Dus nu gaan we eens even richting de locatie waar alles, nog echt alles toe ligt. Ik hoop dat dit snel gebeurt, dat we gewoon licht hebben. Dus mensen, vertrek tijdig. Ziet dat er hier eens aan. Wat een water. Dit is niet goed. Hoeveel water moet Alke nog slikken? Dat weten we niet. Het water heeft zijn kritieke punt hier bereikt, hier op de expressweg in Alken. Dat is dus nu heel mooi. Hier staat het dus echt blank op de expressweg. Daarom dat deze rijstrook volledig is afgesloten. We weten niet hoeveel dit nog gaat stijgen, mensen. Dus wij weten het niet. Dus dan weten jullie dat. Ik heb meegenomen nu naar een klein overstromingsgebiedje. Ik ga dan nog eens kijken bij bepaalde stukken waar het ook nog kritiek kan zijn, dat is op de andere kruispunt. Ja, dan gaat daar nog iets worden. Dus, oh. Dus ik heb het schutje ook al naar huis gebracht.
ik ben er wat ziekjes. Ik heb wat buikpijn. Maakt niet uit. Tot zo niet. Allee, mensen, ik ook eens richting de Chaudijstraat dus inrijden. Dan zien jullie ook hoe de waterstand ginder staat. En nu op de Chaudijstraat. En dan gaan jullie ook zien hoe de wegen hier volledig al onder water staan. Dus het overtollige regen kunnen we momenteel niet meer slikken hier in Alken. Het mag nu wel eens stoppen met regenen. Ik ga het jullie even afpakken. Zie dus. Oh. Even schakelen. Even op 1 blijven rijden. Ziet dat dus hier is. Damn you. Hoeveel water. We kunnen het gewoon niet meer slikken. Dus ik film nu aan de passagierskant. Zie dus de beek. Dit kan het ook niet meer slikken, want het is hier al aan het overstromen. Jezus Maria. Jozef. Ziet kinder, hoeveel water. Jesus Christ. Echt waar. Hoeveel water moet we dat slikken krijgen? Ziet dat eens. Oh, oh my god. Echt waar. Jezus Maria. En dan zetten we terug op de gewone baan. Jullie terug terugklikken en dan doorrijden. Voilà. Dus Alken redelijk veel water moet slikken. Nu nog altijd, want het is opnieuw beginnen, hevig beginnen te regenen. Niet goed. Ah wel, een leuke begin van mijn vlog, hè. Wateroverstromingen in Alken. Voilà, ik heb jullie de kritiekpunten even eens gefilmd voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dan daar mee geholpen zijn. Bij deze. We zien dat ik terug op mijn appartementje ben aangekomen. Veilig en wel. Amai man. Zeg, regen. Zoveel water kan ik wel niet drinken, hè. Dus je mocht wel eens stoppen met water geven. Kan ik niet op. Kan ik niet op. Oh, wat een weer. Weer al vandaag. Slecht weer vandaag. Ja. Jezus Maria. Nou, ook nog altijd op mijn vrije dag. Voilà. Ik moet nog een uur en 42 minuten wachten voordat ik mijn vlog in elkaar steek. Dan moet ik die nog gaan uploaden. Het is nog veel te doen. Allee, tot straks. Misschien dat ik ben aangedaan. Ik ga even hier ook de radio uitzetten. Ik ga kijken. Ik kan nog bepaalde dingetjes nog uitzoeken. Ook om zelfs met een statief en al te kunnen filmen. Normaal gezien moet dat hier ergens in de buurt allemaal wel liggen. Dus het komt wel goed. Dus even kijken hierin. Hier zit niks in. Er zit niks in. Dus even kijken wat hierin zit. Zit hier een statief in? Nee. Geen statief. Ik weet dat ik die pas eens heb gebruikt. Ik heb hem gevonden. Voilà. Met deze statief ga ik ook filmen. Wat ga ik dan doen? Jawel. De emmer staat klaar. De touw zit erin. De magneten zitten in de auto. Jawel mensen. Jullie raden het goed. Ik ga magneetvissen. Het is nu terug zonnig. Nu moet ik ervan profiteren. Dus dan gaan we dat ook doen. Want deze morgen was het echt nog bagger weer. En dat zeg ik nog altijd. 'S morgens. Maar ja. Ik blijf niet thuis. Ik ga lekker. Ah ja, ik moet nog één ding iets doen. Kijken waar ik naartoe kan gaan voor magneetvissen. Voor de beekjes en al. Just. Ik heb magneetvissen.
En ik ga ergens. Ja, ik weet niet waar ik naartoe moet rijden. Goed bezig, Dimi. Goed bezig. Oei, mijn vlog nog 1 uur en 47 minuten. Maar dat komt wel uiteindelijk wel tijdig online. Locatie aangekomen en ik zeg het u, het is hier echt ontzettend mooi. Ziet dat eens. Wauw. Wat een uitzicht. Hier ga ik even op de Demer even magneetvissen. Ik ga alles klaarmaken en dan gaan we maar eens magneetvissen. Ik ga altijd alles laten zien wat ik ook heb gevangen met mijn magneetvissen. Dus ik ga even plezier maken. Zeer, zeer, zeer slecht nieuws, mensen. Geen vangst. Op naar de volgende locatie. Ik heb een paar locaties opgeschreven. Nu gaan we naar de Vijverstraat in Lummen. Dus tot straks. Yo! Dan ga ik ook eens filmen hoe het daar weer al uitziet. Hier is het wel eigenlijk wel heel schoon om eens te komen wandelen. Dus de Beekstraat moet ik onthouden. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oh, 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 oh. Come on, no, you don't dare to say. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What's love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Whoa, 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 whoa. Oh, 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 baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Hurt me, bam, bam, don't hurt me. No more. No more. Love. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Yeah, whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. You don't hurt me no more. Hoi, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hathaway heeft meerdere singles, maar What is Love? Ja, What is Love? Jullie kennen het nog wel van de Voice van Vlaanderen. Oh, ik heb hier juist een lekker picknickje gedaan, hier op de bank. Hier bij het mooie water en kijk eens wie hier bij mij is. Hallo. Ja. Met een kus. Nou ja, juist met een kus.
ik ga je... Ja, dus even tot, tot aan heel beneden. Ik ga jullie daar eens laten zien hoeveel water dat hier staat. En je moet denken, het is een wandelroute. Wandelroute, normaal gezien. Dus dan moet je zo wandelen. Maar ja, dan kom je wel op een gegeven moment uit bij het water. Dit is hoe dat hier zo onder staat. Van de afgelopen regen. Schat. Ja? Hier zijn we wel wandelen, kijk. Het is hier echt schoon. Dan gaan we dat ook doen. Dan gaan we dat zeker doen. Dat lijkt op zeewater. Je kunt er gewoon door kijken. Ja, het is goed, hè. Warm. Oeh, dat is koud! Dat is koud! Zit ze dan lachen? Zit ze lachen? Oh my god! Het is gebeurd, man. Het is gebeurd. Oh my god. In de kiel, gratis over niks. Dan hoor je zeker overmorgen zaterdag het resultaat in onze hitlijst.
netjes aan de buskantjes. Zo, je ziet, is deze wandelroute van de Mombeekvallei ontoegankelijk. Dan kwam je hier dan uit voor te komen wandelen. En hier ook nog lekkere bankjes van de Mombeekvallei van de Natuurpunt. Ik weet niet tot hoever dat je hier nog zo kunt gaan wandelen. Maar aan deze kant staat het heel van achter, daar zo, blank. Ik zal dus tot daar eens gaan, dan zien jullie het. Ik zie dus... Ik zit nu gewoon op de wandelroute te wandelen. Echt tratsig is het. Oh yeah. Hopelijk gelijk niet uit. En dan gaat je hier zien. Ziet dat van water. Oh, oh. Tot hier kan ik maar wandelen. En daar is het dus losgebarsten. Daar loopt het gewoon over naar de wei toe. Dus de wei kreeg nog continu water te slikken. Hopelijk is dat rap gedaan, maar ik ga het dan nog proberen verder. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen, want heel van achter zie ik het ook nog heel veel stromen. Dus ga hier niet door. Voilà. Tot zo mijn advies. Heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Mijn naam is Siem de Remus, haar naam is Bea. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik was het weer vergeten mijn outro te doen. Daarom dat ik die heel snel aan het opnemen ben. Dus klik ook op het belletje. Want dan blijven jullie dan blijven jullie gewoon op de hoogte van het rijden en zeilen. Wanneer er ook een nieuwe filmpje online is. Of er een extra filmpje online is. Ook nu over de coronavirus. Ook wat in de lampparty zien en al zitten gebeuren. Daar ben ik nu ook aan het posten op mijn YouTube kanaal. Dat hebben jullie al ondertussen tijd al gemerkt. Extra nieuws. Dus als jullie echt op de hoogte willen blijven, klik echt op het belletje. Kom ook eens gerust naar mijn website toe, www.cyclotv.be. En kom ook eens gerust naar de Discord server om eens gezellig mee te chatten. De Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Ik zie jullie allemaal zo goed en wel terug morgen. En denk eraan, handjes wassen en als je hoest, een nieuw elleboog.